Van de worsten naar het water, want in de Randstad zit het al in het drinkwater, het mogelijk kankerverwekkende chemische stofje Gen-X. In Brabant is het nu ook gevonden, in het rioolwater. En daar zijn de waterschappen bezorgd over, want ze weten niet waar het vandaan komt. Vlak over de Brabantse grens in Dordrecht is al langer veel te doen over Gen-X-lozingen van het bedrijf Chemours. Maar het spul blijkt nu ook in de Maas bij Den Bosch te zitten. En daarom werd er naar gezocht bij de Brabantse rioolwaterzuiveringen. En het zit erin. In Eindhoven en in Aarle-Riksel zijn fix hoeveelheden van Gen-X in het afvalwater gevonden. En omdat de waterzuivering het er niet uit kan halen, komt het in de Brabantse sloten en rivieren terecht. In de studio is directeur Peter Verlaan van het waterschap A en Maas. Ja, u bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van het water in het gebied van waterschap A en Maas. Kende u die stof, Gen-X? Ja, we hadden er eerder van gehoord. Gen-X is vooral een productieproces wat wordt ingezet voor het maken van teflon. Hè, ook wel bekend voor de anti-aanbaklaag. En ja, we hebben natuurlijk vanuit de landelijke media er ook al het nodige over meegekregen. Hoe kan het nu dat het in het water zit? Nou, dat is de vraag die wij ook aan onszelf hebben gesteld. Wij zijn hierover geïnformeerd dat het in de Maas was aangetroffen, dicht bij ons stroomgebied. We hebben daarop direct gehandeld door in ons stroomgebied onderzoek te doen op welke plaatsen de stof werd aangetroffen. Ja, en we hebben in de gebieden van waterschap de Dommel en A. Maas, bij rioolwaterzuivering Eindhoven en bij Aarle-Riksel hebben we verhoogde concentraties aangevonden. Ja, we gaan even kijken hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat bij de waterzuivering in Aarle-Riksel. Bij de waterzuivering in Aarle-Riksel komen dagelijks miljoenen liter smerig rioolwater binnen. En 24 uur later is die stinkende massa normaal gesproken weer schoon water geworden. Geen drinkwaterkwaliteit, maar goed genoeg om weer in de rivier de A te laten stromen. Een apparaat haalt ieder uur een monster uit het schone water en één keer per dag wordt dat water getest. De monsternemer neemt monsters uit ons afvalwater en die monsters zijn naar het laboratorium van de Vrije Universiteit gebracht. En zo hebben we ontdekt dat hier Gen-X in het afvalwater zit. En dat wilt u er niet in hebben? Dat willen wij er niet in hebben, nee. En daarom zijn we op zoek naar de bron om de lozing te kunnen stoppen. Ook vandaag zijn er weer monsters naar het laboratorium gebracht. Op zoek naar de bron, zei deze medewerker ook al, is dat moeilijk? Nou, het is wel een puzzelwerk, hè, want wij weten niet welke bedrijven die stoffen nou daadwerkelijk gebruiken. Dus we hebben nu gevonden dat we in de omgeving van Aarle-Riksel en Eindhoven verder kunnen gaan zoeken. Dan gaan wij het hele stelsel van de waterzuivering onderzoeken en het rioolstelsel wat daarvoor ligt. En dan proberen we steeds dichter bij de bron te komen. We zijn samen met de omgevingsdienst aan het kijken wat voor type bedrijven maakt nu gebruik van het product Gen-X. En hoe zorgen we er nu voor dat we die bedrijven op spoor komen om ook gericht daar onderzoek te kunnen doen. Dit is schrik, hè? Een mogelijk kankerverwekkende stof die in ons milieu terechtkomt via jullie afvalzuiveringsinstallaties. Zijn er meer van dat soort stoffen waar jullie eigenlijk niks mee kunnen? Jazeker, en die schrik die is er wat dat betreft ook bij ons. Een heleboel stoffen die in ons water terechtkomen, daar weten wij niet altijd exact de aard en de omvang en de effecten van. Op een groot deel van de stoffen zijn onze waterzuiveringen uitgelegd om het schoon te maken, maar lang niet alle stoffen die beschikbaar zijn. Maar komt bijvoorbeeld via urine, via de wc komen bijvoorbeeld stoffen die in medicijnen zitten, komen bij jullie terecht? Absoluut. En er zijn een heleboel stoffen waar wij ons best voor doen en methoden voor hebben om die te verwijderen. Medicijnen is een hartstikke mooi voorbeeld van waar we als watersector nu heel erg aan de slag zijn om ervoor te zorgen dat we die wel uit ons afvalwater kunnen halen. Maar voor een groot deel van de stoffen die erin zit, hebben we nog niet altijd de methode gevonden om die eruit te halen. En weten we ook niet altijd of en in welke hoeveelheden die in het water zitten. Ja, in dit geval bleek zelfs dat jullie niet wisten dat het erin zat. Nee, klopt. Dus misschien zit er nog veel meer in wat jullie niet weten. Nou, dat is ook de zorg die we hebben. Om de zorg wat dat betreft iets te temperen. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de effecten voor drinkwaterkwaliteit. Die zorg is er op dit moment niet om daar acuut bezorgd in te zijn met de hoeveelheden die er nu zijn. In Brabants drinkwater zit dit ook niet. En Brabants drinkwater wordt voor een groot deel uit grondwater geworven. En dat is anders dan het oppervlaktewater. Maar het feit dat er steeds meer stoffen in ons water komen die wij niet direct kunnen behandelen en waarvan we geen weet hebben, dat is iets waar wij wel zorg bij hebben. Daar wordt u onrustig van? Daar hebben we zorg bij, ja, absoluut. Dank u wel. Ja, graag gedaan.